allemaal, superleuk dat jullie weer komen kijken. Ik ga jullie vandaag weer de nieuwe spulletjes laten zien van Carlijn, die vanaf vandaag in de winkel liggen. Er is zoveel leuks binnengekomen. Als eerste hebben we hier een hele mooie set met alfabet en met cijfers, die heel veel verschillende laagjes hebben. Daar heb ik hier al wat voorbeelden voor meegemaakt. Als je de letter snijdt, dan snijdt hij die binnenrand uit, die hier in het wit zit. Hij snijdt het randje erbuiten uit. En ik krijg die laag daarbuiten nog weer. En hier heb ik dus, zeg maar, die witte laag heb ik dus uitgelaten. Als je ze goed in elkaar laat zitten, dan heb je zelfs nog ook deze laag, die hier, zeg maar, tussen mijn randje en mijn kaart in zit. Ook die heb je nog. Dus zo heb je echt een hele variatie aan letters en kun je allemaal verschillende combinaties maken met alle letters en cijfers. Ik zal het nog eventjes zo dichtbij laten zien. En dan rond de, aan de buitenkant van de buitenste letter en aan de binnenkant van de buitenste letter krijg je dus een stikselrandje. Zoals je hier ook kan zien langs die A's. Dus die zijn al echt heel erg leuk. Dan hebben we deze. Nou, die liet ik hier ook al zien. Carlijn heeft nu een slimline set ook. En dat is dus speciaal voor dit soort mallen. Die passen in een business envelop. Dus gewoon zo'n envelop waar we al die vervelende rekeningen vaak in krijgen. Daar passen deze ook in. En dan kunnen wij eens zorgen dat er leuke enveloppen binnenkomen in die maat. Nou, je hebt dan een buitenrandje. Dat heeft het schulprandje. Dan heb je daarnaast je allerbuitenste kun je gebruiken. En daar zit ook weer een stikselrandje in. Dan heb je een derde stans. Ook weer met stiksel aan twee kanten. En de binnenste, die heeft een beetje een postzegelrandje. Met ook weer dat stikselrandje. En deze onderdelen, die kun je allemaal eventueel drie keer kun je die uit je slimline mal halen. Waardoor je dus een hele leuke schutkaart kan maken of iets dergelijks. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van, hé, ik ga drie van die vierkantjes naast elkaar doen. Dus die passen er allemaal drie keer in, ongeacht welk je gebruikt. En al deze figuren heb je ook weer de buitenrand en de binnenrand die snijdt. Superleuk. En dit is dan dat leuke schulprandje. Nou, dan hebben we deze. Hier heb ik nog geen voorbeeldje meegemaakt. Heel veel liefs. En een dikke knuffel. Even kijken hoor, waar begint het? Veel liefs is het trouwens, sorry. Het is geen heel veel liefs. Veel liefs en een dikke knuffel. En dan aan de binnenkant staat dan ook weer... want een knuffel is altijd fijn. En hier kun je dus ook weer verschillende soorten kaarten mee maken. Onder andere ook een schutkaart. Dan hebben we ook een hele leuke set met liefs. Stempelset met bijpassende standset. Maar beide zijn ook weer afzonderlijk van elkaar te gebruiken. Deze liefst kun je dus met deze stans uitstansen. Maar als je zegt van ja, maar ik ben helemaal niet van stempelen, dan kun je dus ook die liefst gewoon uitstansen. Dan hebben we die. Nou, dan hebben we verschillende stempelsets. Dit zijn de grote teksten 1 en de grote teksten 2. Dan hebben we teksten als bedankt, hallo, groetjes. En dan op de andere zomaar, hoera, sterkte. Met allemaal weer leuke bijtekstjes erbij. Hier heb ik dan een voorbeeldje gemaakt met de hoera, je bent jarig. En zelf vind ik dus echt gewoon ja, dat lettertype wat erbij zit echt helemaal leuk. Echt weer eventjes wat anders. En het geeft gewoon echt een leuk handgeschreven effect. Bij al deze stempelsets zitten ook weer stansjes. En die zijn voor alle zes de grote woorden. Dus we hebben hier groetjes, sterkte, hallo, zomaar, hoera en bedankt. En deze kun je dus ook weer gebruiken bij je stans. Maar je kan ze ook gewoon zo gebruiken, zoals ik hier heb gedaan. Hier heb ik dus die groetjes, heb ik, even kijken, waar ligt die hier zo? Onderop waarschijnlijk. Ja, zal je altijd zien. Hier heb ik dus deze groetjes in zwart uitgestanst. En dan heb je daar omheen heb je dus een schaduwrandje. En die allergrootste rand, dat is dus de buitenrand. En daardoor kun je er bijvoorbeeld ook heel leuke schutkaart mee maken. Ik heb nu wel iets van 3D gedaan, maar er zit geen schutkaartgedeelte in bij deze. Maar zo kun je dus ook weer op verschillende manieren je stansjes gebruiken. Maar datzelfde effect kun je dus ook bereiken door je stansje voor je stempel te gebruiken. Dus superleuk.
Dan zien jullie hier al het woordje lieve. Nou, de kenners van Carlijn, die kennen deze wel. De randwoordenteksten. En dit zijn de randwoorden lente. En dan hebben we hallo, lieve, vrolijke lentekriebels en liefs. En hier heb ik dus gekozen om echt als een... Ja, net alleen die lettertjes erbovenuit te laten komen. Maar je kunt dus ook heel mooi, ja, zeg maar zoals op het voorbeeld, een hele zin gaan maken. Zeker als je ook de andere lijnen hebt van de randwoorden, dan kun je echt, nou ja, steeds meer variaties maken natuurlijk. Ook heel leuk. Dan hebben we hier nog een hele leuke combinatie. En dat zijn deze. Stempelset Proost. Ik heb de standset Proost. En ik heb de snijmalen bier, wijn en cocktails. Nou, die zijn ook weer allemaal afzonderlijk van elkaar te gebruiken, maar ook geweldig leuk in combinatie met elkaar. Ook voor deze tekst geldt weer, je kan hem gebruiken voor je stempel, maar je kan hem ook zo gebruiken. Ik heb hier als voorbeeldje op deze kaart heb ik dus de Proost gebruikt. Ik heb eerst deze gestempeld. Heb ik eerst in het oranje helemaal gestempeld. Toen heb ik mijn onderste laagje van mijn stempels heb ik rood gekleurd of gestempeld en er overheen gedaan. En vervolgens heb ik de zwarte lijnen er overheen gestempeld. En dan hebben we hier ook de hele leuke tekst weer. Daar moet op gedronken worden. En we hebben nog meer teksten als proost, geweldige verjaardag, op je gezondheid, nog vele jaren gewenst. Allemaal dat soort leuke tekstjes. Nou, bij de proost standset, daar heb je ook de tekst biertje of wijntje erbij zitten. En je hebt bij deze ook proost en vader, maar dat zijn dan deze. En die zijn dus alleen voor deze. Dus daar heb je niet de tekst van, maar die kun je alleen gebruiken met die stempelset. En dan hebben we deze. Nou, jullie zagen ze al op beide kaarten, waren ze al zichtbaar. Al deze leuke cocktailglaasjes. En dan heb je ook nog twee bierglazen, een pul en een bierglas. Die je ook weer beide kan gebruiken. Die zal ik even zo hier laten zien. Zo is een beetje hoe ze eruit komen te zien. Ik vind ze echt geweldig leuk. Er zitten allemaal hele kleine details bij. Zoals, ik ga ze hier even laten zien. Een klein aardbeitje, muntblaadjes. Een olijfje, denk ik dat het is. Sinaasappel, die je natuurlijk ook weer als citroen kan doen. Er zitten ijsblokjes bij. Een parapluutje, een rietje. Nou, hier heb ik de rietjes gekleurd. Hier heb ik ze zwart gemaakt. Nou, ijsblokjes zitten erbij. Die zijn ook heel leuk om uit vellum te stansen. Dit is vellum waar al een plaklaag achter zit. Helemaal ideaal, want dan hoef je het alleen maar op te plakken. En dan heb je geen moeite met lijm erachter. Dus dat zijn die. En dan hebben we nog tot slot. Laat ik deze nog even liggen. Hebben we drie nieuwe stencils van Carlijn. Eentje met allemaal hartjes. Eentje met vier verschillende cirkels. En dan zit ook het losse cirkel. Ja, die wil nu niet opzij. Nou, ja, kijk, daar gaat hij. Die losse cirkel kun je dus ook gebruiken. Als je deze op je kaart plakt en dan eromheen gaat kleuren, blijft dus gewoon je cirkel helemaal wit. Dus dan gebruik je hem andersom. En deze passen ook weer over deze heen. Dus ik kan ook mijn cirkel bijvoorbeeld in het lichtblauw maken. En dan leg ik deze eroverheen en dan ga ik die donkerblauw maken. Ik noem maar wat. En dan hebben we deze, mijn favoriet, de ballonnen. Ook die ballonnen zijn vier verschillende maten, kun je los gebruiken. Je kan ze als stencil gebruiken, gewoon normaal hier. En je hebt hier ook de lichtpuntjes, zeg maar, voor op de ballon kun je erbij maken. Er zit ook een touwtje bij die je er eventueel bij kan maken. Nou, waar heb ik dat voor gebruikt? Ik heb op deze, heb ik hier op de achtergrond gebruikt, op de proostkaart. Vond ik wel erg leuk. Ik heb hier nog een hoera-kaart met die leuke letters weer. En op de achtergrond ook weer die cirkels. Die vond ik gewoon erg leuk. En dan heb ik hier deze kaart gemaakt. En daarvoor heb ik dan deze maat ballonnen gebruikt volgens mij. Ja. Of was het de kleinste? Ach, ik weet het niet. Nee, de kleinste. Ik heb de kleinste maat gebruikt voor op deze kaart inderdaad. En het leuke daarvan is dus dat je ze dan ook gewoon over elkaar kan overlappen. En dat je het een beetje door elkaar heen ziet. Net alsof je door de ballonnen heen kan kijken. Ik vind ze helemaal leuk. Dus dat zijn eigenlijk allemaal weer ideetjes. En met alle nieuwe materialen.
Ik hoop dat jullie ze ook weer leuk vonden. Ze zijn vanaf nu te verkrijgen in de webshop. Ik link ook weer naar de webshop onder het filmpje. En ik hoop dat jullie er wat aan hadden. En dat jullie een beetje dat jullie ze gaan kopen natuurlijk. Hey, bedankt voor de aandacht weer en tot de volgende keer. Doei!